Professor Piet Kuiper was 22 jaar lang hoogleraar psychiatrie en psychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een van de bekendste psychoanalytici in Nederland, vooral buiten de grenzen bekend. Gevierd in Duitsland onder andere. Hij heeft generaties psychiaters opgeleid hier in Nederland. Hij is ook bekend om zijn leerboeken. Hoofdsom der psychiatrie is dat het allerbelangrijkste. 6 jaar geleden werd de reus geveld. Een depressie. Een psychotische depressie. In 2 inrichtingen opgenomen en 5 jaar lang ziek bij elkaar. Dus de vakman werd zelf gek. Hij heeft het aan 2 kanten beleefd. Daarover heeft hij een boek geschreven. Het boek heet Ver Heen. En daar ga ik over praten met professor Piet Kuiper. Dag meneer Kuiper. Gaat u zitten alsjeblieft. Wat mag ik u inschenken? Water, wijn? Ja, een beetje water graag. Voor deze gelegenheid. Ja, wel zo. Dan hoeven we er niks bij in te nemen. Puur water. Ja, dank u. Had u moeite met het schrijven van dit boek? Ja, daar had ik moeite mee, ja. Ja, het begon zo dat mijn behandelende psychiater nodig zei... moet het opschrijven wat je hebt beleefd. Dat was volkomen buiten mijn gezichtskring. Ik bedoel, niet eens de gedachte dat zou ook ooit kunnen. Wat ik het eerste jaar heb gedaan is schilderen. En toen langzamerhand dacht ik, ja, dat moet ik doen. En waarom moest u dat doen, vond u? Behalve omdat de behandelend geneesheer zei dat het nuttig zou zijn? Ja, kijk, wie komt als expert in het vak, dat kan ik toch wel zeggen... Ja. In de gelegenheid om het ook van binnenuit te bekijken, van 2 kanten. Mijn hele leven heb ik natuurlijk ideeën gehad over depressief zijn, psychotisch zijn, factoren die ertoe leiden. Hoe wordt iemand dat? Dan krijg je het zelf. Dan heb je dus de gelegenheid toch om het van binnenuit eens te bekijken hoe dat nou voelt. Maar ook of je bij jezelf kan vinden hoe dat nou ontstaat. Dus ik dacht, dat moet ik opschrijven. Die kans heeft niemand, dan ben ik gewoon verplicht. Klopt het trouwens met wat u... Ja, theorie. Ja, een aantal dingen niet, enkele niet, die heb ik ook in beschreven. Maar ik bedoel, ik wil niet eigenlijk in psychopathologische details, dat wil ik niet doen. Misschien is het handig om te zeggen, wat is er precies gebeurd? Ik kreeg een virusinfectie, gewoon. Mijn vrouw de griep, en dat kreeg ik ook. Huh? Niet echt de koorts, maar ik had het gevoel, ik beleef niet meer als anders. Het is ver weg, alsof het een soort van omvloerstijd is. Huh? Ik drong niet tot mijn deur. Ik zag het met mijn ogen, maar ik zag het niet tot mijn ziel. En ik kreeg meteen het gevoel, oh god, er is iets mis. Dit gaat verkeerd. En toen heb ik lang gerust door de gewone dingen die ze dan zeggen via een effect hebben. Veel in bed enzovoort. Nou, dat werd die lange warme zomer op mijn stretch en het ging niet over. Ik bleef altijd die temperatuur houden. Die koorts niet heel hoog, maar genoeg om je broer te voelen. En in de herfst werd ik angstig. Steeds meer. Het gevoel van, ik kan niet meer onthouden, ik waardement, ik heb het gehad, ik had nog zoveel moeten doen, maar het gaat niet meer. Suddenly last summer, hè? Van het is voorbij en het is me tussen de vingers doorgegaan. En dat is eigenlijk steeds erger geworden, tot ik langzamerhand merkte dat ik echt psychotische dingen ging denken. Het gevoel van, mijn ingewanden komen naar buiten, moet ik tegenhouden. En het leven is zo ontzettend vreselijk. Ik moet dat mijn dochter besparen. Nou ja, dat begrijpt u wel. Als je gaat denken, ik moet mijn dochter vermoorden omdat ze... Ja, iedereen gaat dood. Kanker kan krijgen, wat voor ellende. Nou, zoveel benul had ik nog wel. Dat ik dacht, dat wordt levensgevaarlijk voor anderen, voor mezelf. En toen heeft degene die mij behandelde, een collega van Tilburg, laten komen. En die zei, ja, je moet opgenomen. Toen ben je een valeriuskind. Ja, omdat mijn vrouw wilde zien iedere dag. Er was hier sprake van buiten het land. Want iedereen, ja, nou, sorry, het klinkt zo groot, maar iedereen kent hem omdat ze die boeken gebruiken. Hè. Dat bleef zo. Toen ik in Bloemendaal was opgenomen, kom je bij de neuroloog. Bloemendaal Psychiatrisch Centrum, ja, Bloemendaal, ja, in Den Haag. Ja, ja, moet erbij. Ja. Groot gelijk. Dan zie je daar in zo'n rijtje boeken staan. Hoofdzoon der psychiatrie, overal zo vreemd dat het je dan aankijkt. Behandeld door je eigen leerlingen. Ja. Maar ik dacht, dat was het mijn vorige leven. Want ik had het vreemde gevoel, ik ben over de grens, ik ben al dood. Een heel zeldzaam beeld. Het was echt een psychotische depressie, ja, het was een waan. Ik ben gestorven en dit is een soort van hel. En het griezelige daarvan is dat het precies op het gewone leven lijkt.
angst was ook eigenlijk de kern. Maar voordat we in details treden. Ja. 2 keer in een inrichting. Zag niemand het aankomen? Was u al voordat u die virusinjectie kreeg misschien wat gevoeliger, wat overspannener? Werd er in uw omgeving niet gezegd van Piet, hou je in de hand? Nee. Ik heb zelf wel dingen waarvan ik achteraf denk dat waren weak spots in een zwakke plek in mijn persoonlijkheid. Toch wel. Want een hoogleraar in psychiatrie die psychotisch wordt, trouwens ook handig, of depressief. Wat is depressief? Want de mensen zeggen als ze een uurtje het even niet zien zitten, ik ben depressief. Maar wat is depressief? Een intensieve somberheid die zich gedurende een langere periode uitstrekt. Anders dan moet je spreken over, even keer binnen het bed gestaan, balen en zulke dingen. Dit gaat even verder, hè. Ja. Het is echt een ellendig gevoel, meestal met remming. Dus dat je dingen wil, maar er niet toe kan komen. En geen lust toe en geen lust aan, hè. Het mooie woord is anhedonie, ergens plezier in kunnen hebben. Meneer Van Nistel, de gewone dingen voor ons hebben altijd de kwaliteit van, nou, dit is toch wel leuk, hè? Een broodje kopen, je ziet iemand, dat heeft toch iets, hè? De licht in de gracht, de boom, een vogeltje. Ja, het is toch prettig om te leven, want zo voel ik het. Dat wordt verkeerd in zijn tegendeel. Het krijgt allemaal iets van akelig, naar. Je krijgt niet prikkels die je tot iets volgens brengen. Je ziet iets in een etalage. Nou, dan denk je, wil ik wat meer van weten? Weg. Maar ik kan het toch niet begrijpen. Als een geleerd psychiater zoiets overkomt, krijg je dan ook niet het idee van een aannemer die door de vloer van zijn zelfgebouwde huis zakt? Het zou eigenlijk niet moeten kunnen? Nee, dat had ik niet. Nee. Daar zat ik goed, meneer Van Nistel. Want ik heb mijn hele leven gezegd, altijd op college, er is niet zo'n grens tussen zoiets en wat heet dan gezond of normaal zijn. Ik vind dat een van de beginselen van het onderwijs in dat vak. Maakt die scheiding dan niet. Wat is gek, je moet niet rondgaan met het idee van ik kan aanwijzen, die is normaal en die niet, heb ik geen boodschap aan. Dus toen ik dat zelf kreeg, kreeg ik niet het gevoel, hoe kan me dit overkomen? Nee, helemaal niet. Heb ik achteraf ook niet. Maar hoe deden de artsen tegen u in de Valeriuskliniek? Behandelden ze u met respect? Het was toch hun leermeester die daar plotseling kwam? Hadden ze er moeite mee? Ja. Ja, zou ik van Tilburg moeten vragen. Het gesprek was zo, dat ja, Piet, je kunt naar Basel. Dat heeft een voordeel, want in mijn kliniek kent iedereen en ik heb geen klasafdeling. Zei, dat is prima, heb ik ook nooit willen hebben. Ik geloof niet in klassengeneeskunde. Je komt gewoon op straat, dat is prima. En toen ben ik behandeld zoals iemand met een depressie behoort te worden behandeld. Ik heb al antidepressiva gehad, afschuwelijk voor een gedeelte. Als je er niet op reageert, is het een akelig gevoel. En toen werd thuis geprobeerd, toen ging ik naar het WMS en toen ben ik bij collega Nolen geweest. En die heeft me dat spul toen gegeven. Met op de achtergrond, als dat niet helpt, gaan we over elektroshock praten. Elektroshock, daar was u, dacht ik, toch geen voorstander van toen u nog ik heb het college nooit gaf? Was, nee. Ja, ik wil het er best even over hebben. Ja? Kijk, het is zeker zo, daar hebben de antipsychiaters gelijk aan. Het is ook nog toen ik een jonge psychiater was, te veel gebeurd. Er was niks anders, maar toch denk ik wel te veel. Je legt dus ook even uitleggen, is dat je een donderstroom twee dingen, een stroomstoot en dan krijg je een toeval. Dat is prettig om te zien. En dat herschikt je verstand of zo? Goed. Ik kwam dus voor het probleem te staan, als dit niet helpt, dan wil ik dat. En ik, meneer Van Dijk, ik had dat laten doen omdat het helpt. Kijk, de antipsychiaters hebben weggelegd, het is een onelegante methode. Maar er zijn natuurlijk veel geneeskundige ingrepen die niet elegant zijn. Hè? Het is nou niet bepaald het criterium waarop je geneeskundige ingrepen oordeelt. Het helpt ongetwijfeld wel. Dus ik had het bij mezelf laten doen. En als iemand een depressie heeft die lang aanzeurt, is sterk het woord niet. Want er is te kwellend voor die te lang duurt. Dan zou ik zeggen, ik zou dat maar laten doen. En dat kan ik nu zeggen, want ik zou het bij mezelf ook laten hebben doen. Ja, maar het is niet gebeurd. U heeft uiteindelijk een heel zware angstremmer gekregen, begrijp ik. Ja, kunt u wel zeggen. Tilsiprine. Ja, Tilsiprine. Het is goed dat u het juist over de angst heeft. Want als u mij dan vraagt, wat was het kwellendste? Kijk, bij de meeste depressies is de somberheid het ergste. Ja.
Maar bij mij was eigenlijk de kern de angst. En dan krijg je beelden aangereikt. En dan zeker zoals een gruwelfilm, hè? Een Hitchcock en dan in het kwadraat. Of Jeroen Bos, vreselijke beelden. Wat wil de angst in de hel te leven? Ja. Het eigen wijshuis, meneer Van Dis, dat er absoluut geen beeld voor is. Het was een volkomen zwart gat. Het had geen beeld. Als u, nou, dat weet u wel, schrijver, voor iets een beeld hebt, dan heb je toch op een of andere manier geordend geschikt, dan kan je er iets mee. En hier was de gruwel van dat je er totaal niets mee kon. Als je zou doen wat er in je leeft, dan vloog je tegen de muur met je nagels in de muur. Het is niet uit te houden. En hoe lang duurde dat? Goed, ik heb het jaren gehad en ik beleef het nog eens een wondergenezing. De hand is Heer, dat vroeg iemand toen ik beter werd. Heeft God de telsiprine uitgevonden? Ja, zo voelt het wel. Ik dacht, het is het einde. Ik word iemand, ben al in de hel. Een absoluut zwart gat. Een mij ons was plaats. Maar ik heb niet, neem me niet kwalijk dat ik zo botweg en zakelijk doorvraag. De mens zijn, yes, die angst begrijp ik. Maar, ja. En de mens in de hel, dat gaat me te ver. Want in de hel ben je dood. Ja, ja, ja. Ik had twee waansystemen. Het ene was, ik heb een begin in de dementie, ik verlies mijn geheugen, ik heb de ziekte die mijn moeder heeft. Hè. En daar komen vaak depressies bij voor en dat heb ik. En als mensen zeggen, je bent niet dement, dan dacht ik, ze liegen me voor, want ze zeggen me dat niet. Dat was het ene. Maar er was een tweede soort van, ja, systeem van waanbeelden. Het is niet in dementie, ik ben er gestorven, alleen ik weet niet hoe. Hoe praktisch had u uw begrafenis meegemaakt? Dat vroeg ik aan mijn vrouw. Zeg, ja. Wie heeft op mijn begrafenis geleid? Je broer, Mans? Of mijn jeugdvriend, Dominique Tiffy? Dan moet je me toch vertellen. En dan zeg je, ik ben niet dood. Ja, je moet me niks wijsmaken, want ik weet het zeker. Met het gevoel, en dan komt ook nooit een eind. En ja, dat denk je, je huilt toch, hè? Nou, ik zat nog eens op die shock. Dat moet je wel doen, meneer Van Dis. Het is niet uit te houden. Het is niet uit te houden. Maar in die hel kreeg u bezoek. Ja. Uw vrouw. Ja, ja. Wat deed hij in de hel? Dat is, zo is dat georganiseerd. Dat ze nog een keer bij je komt en dan kan je heel goed voelen hoe je tegenover de gefaald hebt. Zo is het geregeld. Kijk, vlammen en vuur. Nou ja, hè. Maar je hele leven nog eens. En daar heb je het verkeerd gedaan. Daar ben je over iemand heen gewalst. Daar heb je je vrouw met de linkerhand behandeld enzovoort. Dat is eerst recht erg. En ik dacht, die vlammen komen dan later nog. Maar u had ook een gevoel dat u bijvoorbeeld in uw vak gefaald had. Ja. Terwijl u de meest gevierde psychiater van Nederland. Ja, ja, toch dacht ik dat. Ja. Mensen voor getrokken. Ja. Onchristelijke psychiatrie. Te veel gericht op de lust. De Baal gediend. Ja. Afgoden, vruchtbaarheidsgoden. Ja. Liederlijke psychiatrie, dat dacht ik. Ja, denk ik nou niet meer, hoor. Ik denk dat ik dat niet zo slecht gedaan heb. Toen ik ziek was, daar heb ik niets van gemaakt. Ja, anderen zeggen, nou, nee, dat hoogleraarschap kan je niet. Dat is een generale mislukking aanzien, geloof ik ook. Maar waarom had u het gevoel, was het het einde van de grandeur, omdat u een pensionering naderde, dat u dacht, ik ben een oude zak, en dan komen jonge mensen die het misschien beter gaan doen, dat plotseling die... ik geef maar wat aan. Ja, die is een oude zak, zeg ik bezig. Ja. Nee. Ja, hoe kwam dat? Herhaalt u de vraag even. Ik was afgeleid met mijn eigen gedachten. Ik bedoel, ik zei niet dat u een oude zak was, hoor. Ik bedoel te zeggen, er moet toch een reden zijn geweest ergens om tot die depressie te komen. Ik kan me voorstellen dat een naderend pensioen, hè, plotseling troonafstand te moeten doen, dat de mens somber stemt. Ja, dat is een element. Ja. Alleen dat ik er zo diep in gleed, denk ik, dat er een combinatie kwam van drie dingen. Hè. Ik zat toch wel een stukje erfelijke belasting aan de mensen dat nog niet opvatten van als mijn familie het heeft, krijg ik het ook. Maar ik denk wel dat dat toch mee een rol speelt. Niet als een noodlot, maar een zwakke plek. Ten tweede mijn pensionering, maar daar kwam bij de dood van mijn boezemvriend Alexander Mitscherlich, die ook een dementie kreeg, waar ik vreselijk onder heb geleden. Ja, ik heb zo met hem opgetrokken. Dat was een geweldige vriendschap. Heb ik voor mijn ogen gezien, toen kreeg ik die virusinfectie eroverheen. En de zwakke plek was dat mijn calvinistische opvoeding, met al die dingen die je daar krijgt,
vorige, de negatieve kant ervan. Het heeft ook een positieve kant. En de negatieve kant, een schuldgevoel, dat lag toch klaar. Blijkbaar blijft dat ergens liggen. Als een steen op de bodem van de rivier. En als het niet voor zakt, gaat het wervelen. Het kwam allemaal weer boven. Een van de patiënten die u in Den Haag trof, een heel recht toerecht aan persoon, had ik de indruk uit uw boek. Wat trouwens, en dat moet ik zeggen, ik vind het een heel mooi geschreven boek. Behalve geleerd heeft u dus ook allerlei literaire talenten. Die vrouw die zei, als jouw moeder niet zoveel van jou verwacht had, dan had jij hier niet gezeten. Ja, ze had groot geluk, ja. Ja, ik heb een opvoeding gehad die enerzijds... Pietje moet bescheiden zijn, de mensen moeten klein zijn voor Gods aangezicht. Dat overigens ook waar is, denk ik. Maar aan de andere kant, ik heb toch alles gewisseld van toekomstplan. Eerst dacht de klassieke talen zoiets van, nee, ja, goed. En toen theologie, ja, het hoogleraar dan in de theologie. En toen zich... Dominee was maar niks, moest meteen hoogleraar. Ja, dat vond ze voor mij wel beter. Is ook wel zo, maar... En toen de psychiatrie zei ze, nee, dat moet je hoogleraar. Ja, dat is een vreemde streek in mijn persoonlijkheid. Toen ik bij Rumpke op de collegebanken zat, dacht ik, ja, het zou niet zo ongeschikt zijn als ik er stond. Nou, dat is ook zo, maar de andere kant is er ook, meneer Van Dis, ook het gevoel van, ach ja, wie ben ik, twijfels. Het gevoel dat u te hoogmoedig was geweest. Ja, zeker. Dus de hoofd stond me, geloof ik, hè? Ik denk ook dat het waar is, hè? Superbia. Ja. Kun je vreselijk overstruikelen. Ik heb me wel eens verweten. En laat anderen maar zeggen of dat nou waar is of niet. Dat ik te veel mijn werk heb gebruikt tegen zelfrealisatie. Hè? Het is dan zo van, je moet jezelf verwerkelijken. Nou, dat vind ik helemaal niet. Je moet de ander verwerkelijken. En datzelfde komt wel mee in de kielzog. Maar ik denk dat ik wel eens te veel bezig ben geweest met... Ja. Nou, beroemde auteur. En het is verleidelijk, is je dat dan ook wat, hè? Ik bedoel, tot in Japan lagen mijn artikeltjes. Nou, vond ik geweldig, hè? Te geweldig. Is niet goed. Had u die hoogmoed ook toen u... Ik mag wel gewoon gek zeggen. Heeft u bezwaar tegen het woord gek? Of helemaal niet. Absoluut niet. Het hoeft allemaal niet zo onverloerst. Had u die hoogmoed ook? Toen u gek was? Bijvoorbeeld dat u zo... Dat u eigenlijk ook meteen de gekste van allemaal was. Ja. Dat is wel zo, alleen zou niemand lachen als je wist hoe het voelt. Nee, dat is natuurlijk, dat doet raar aan, maar dat is... Ja, nee, dat neem ik niemand kwalijk, maar de vraag is goed en het antwoord is ja. Ik had het in de diepte, wat ik wel eens te veel. Ook de felheid, dat zegt mijn vrouw altijd, die over een flinke bijdrage tot het boek heeft geleverd in twee opzichten. Ik was nooit beter geworden zonder haar. Op de moeilijkste punten dacht ik... Ik moet me niet doodmaken, ik moet me in Bloemendaal laten opnemen. Dat moet ik doen, al geloof ik er zelf niet in voor haar. Ze heeft me met dat boek ook flink geholpen, de tekst doorgelopen enzovoort. Ja, ze heeft niet geschreven. Had u neiging? Was u gevaarlijk? U zegt, ik wilde mijn dochter besparen dat ik die afgang had. Dat op zichzelf vreemd was, want u had het uzelf kunnen besparen door uzelf dood te maken. Was u gevaarlijk voor anderen? Ja, ik heb in Bloemendaal, dat is een vreselijke geschiedenis, heb ik een broeder bijna vermoord. Ik ben de hemel nog dankbaar dat ik net mijn... kwam naar een andere afdeling. Ik zei, nou, dat gaat niet. Ik wil op een afdeling waar meer bewaking is. Dan stief ik iemand vermoord. En het was daarna aan toe. Ik kan u ook wel vertellen hoe dat kwam. Die man die schaakte met schaakmachine. Ik dacht, ja, dat kan niet. Hè. Die kan meesterklasse en... Een gewone partij enzovoort. Een beetje een stille jongen. Dan zit hij met die machine en dacht, zie je wel, dat is de hel. Dat kan niet bestaan, zo'n machine. Net als die eenvoudige man op het platteland die een giraffe zag. En die zei, dat dier bestaat niet. Nou, zo dacht ik hier ook van, dat kan niet. Maar de volgende stap was, dat is iemand uit de hel, dat klopt. En die heb ik bij zijn keel gepakt in de nacht. Het is net goed gegaan. Waarom je niet doorzet, maar loslaat, ik kan het u niet zeggen. Ik weet wel dat ik er dankbaar voor ben. Ja, dat is gevaarlijk voor anderen, voor mezelf ook wel, ja. Toen kreeg u dat zware middel, thielcyprine. Ja, zwaar. Ja, ik wilde niet zo vertellen. Een middel wat u, als ik me wel heb laten informeren in uw handboeken, afraadt te gebruiken. Meneer Van Dis, als het een roman was, zou niemand het geloven. En er is één medicament wat ik met kracht in mijn boek heb afgeraden. En daar word ik beter van. Dus dat heb ik hartstikke gezocht. Het is ondertussen wel waar.
ik zal je ook wel vertellen waarom ze het uit de circulatie hebben genomen. Twee dingen. Je kunt er geweldige bloeddrukdalingen van krijgen, waardoor je valt. Er zijn ook wel eens medepatiënten, hè? Toch? Even. Ik heb dat ook eens bijna gehad, maar je kunt het wel oefenen. En als je dat spul neemt en je neemt een onzrokken voor, dan kan de familie het requiem gaan uitzoeken, wat ze bij de begrafenis willen. Dat is dodelijk, omdat je dan vaatkramp van krijgt. Nou ja, daar kun je medisch lang over praten. Als je dat doet met een goede dieet erbij, dat is een effectief en goed geneesmiddel waarvan ik geloof, hoop, dat ze het meer gaan toepassen, want het is heel effectief. Wanneer merkte u dat u begon te genezen? Dat weet ik heel precies. Mijn vrouw heeft nooit één bezoekuur gemist, behalve voor de demonstratie tegen de atoombommen in Den Haag. Enige keer. En het is daar prachtig duinlandschap en we wandelen. We zaten op een bankje en ik zag het licht tussen de bomen doorkomen. En mijn vrouw zei tegen me, het kon toch nog wel eens zijn dat we samen nog wat tijd hadden. En toen dacht ik, ja, dat kon wel eens zijn. En toen ik dat licht zag, zei ik, je moet mijn camera eens meebrengen. Dus daar begon het te ontdooien. Want u begon weer dingen te zien. En de angsten weken. Ja. Na een dag of 10 was ik niet meer zo panisch. Ik weet nog wel dat we onze trouwdag hadden. En toen zei een collega Nolen, ik denk wel dat je in de stad kunt gaan eten. Ik zoek wel een ding uit waar ze dat dieet precies houden, want ik wil geen risico's. En toen ik daar zat, dacht ik wel, de angst kan op me springen, maar ik werd minder angstig. En ik kon het gaan beheersen. Dat geschilder van mij heb ik niet hoog over op wil geven, maar het heeft me geweldig geholpen. Vreemd genoeg. Er staat ook een schilderij van u op het boek, maar ja, dat was therapeutisch schilderen, wat u in een soort klasje moest doen? Nee, zo was de sfeer niet. Het was niet de sfeer van een klasje. Nee, we konden onze gang gaan. Dat was een prima arbeidstherapeut. Ik was nog een vriend met mijn van der Knoop. En die hielp me, die gaf me houvast. Die zei, ja, dat diffuse maak je angstig. Ga er maar uit van foto's die je zelf hebt gemaakt. En kies maar de kleuren van schilderijen waar je van houdt. Dat is goed te zien op die reproducties. Hè. De ene, dat is stevig van Mondriaan afgekeken. En de andere, die leunt wel sterk tegen Cézanne. Nou, ik heb geen pretentie. Ziet er nog aardig uit, ook vind ik zelf. Maar weet u een specifiek moment te herinneren van nu, dus even het doorbreken van het licht, je gaat je omgeving zien. Is dat van, nu word ik beter, dat er een soort, dat het van je afvalt? Of, is het, of komt het net zo langzaam als je... Ja, dat weet ik precies, maar ik hoop niet te geëmotioneerd te worden. Altijd muziektherapie. Prima gedaan. Er werden stukken gedraaid, allerlei, zodat iedereen daar wat bij kon zeggen. En op diezelfde middag ging het over de Passacaglia van Bach, waar ik het zo vaak over heb. Maar ook een stuk van Baron van Wassenaar, maar dat is toegeschreven aan Pergolesi. En ik hoorde die muziek gaan, dan weet je ook wat er komt, hè. Dat weet je bij dat soort, dus zo'n klassiek concerto grosso. En toen voelde ik dat van mij, ik dacht, nou is dat gevoel er weer. En toen ging de muziektherapeut de rij langs. En die zei tegen mij, kunt u zeggen wat u voelt? En ze keek me zo aan, ik had het gevoel zoals een moeder een baby aankijkt. En ik dacht, ik moet het maar proberen. Tranen over mijn ogen. Ik zei, ja, ik kan wel zeggen wat ik voel. Dat niet tegenstaande deze afschuwelijke ellende toch het leven waard is geleefd te worden. En toen zei ze, over 4 weken bent u al weg. Was ook zo. Een ongelooflijk gevoel. En daarna fluitend het leven in, of duurt het dan nog heel lang voordat je het gevoel hebt dat je de ouder bent? Nee, ik ben nooit fluitend het leven doorgegaan. Ik heb altijd... Ja. Grappig dat ze... Twee dingen heb ik altijd... We hebben altijd een soort van... Het ene een moeilijke en het andere een inspirerende obsessie is dat niet. Maar waarom van inspiratie? Ik heb altijd vreselijk zwaar gedeeld aan leed. Mee, daarom heb ik dat vak ook gedaan. Ook van dieren, ook van kinderen, maar vooral ook van mijn eigen patiënten. Waarom moet dat er wezen? Een grote vraag. En misschien daarachter toch de vraag, als er een God is, waarom moet het zo gruwelijk zijn? De ene kant.
En de andere kant, dat is een grote inspiratiebron. Omdat ik een beetje het gevoel heb van het geheim achter en onder dingen. De geur van Hoge Roningen, de tijding van Vecht. Nee, een makkelijk levend mens ben ik niet. Zoals citeer ik ook niet. Nee, hoeft niet. Bent u nou bang dat het weer terugkomt? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ik heb wel overwegingen. Ik wou best 25 jaar jong zijn, want ik vind het leven enig. Nee, ik heb geen angst dat het terugkomt. Ik zou wel bang zijn voor een lange slepende ziekte. Want ik ben niet... Maar nou bent u altijd met patiënten omgegaan. Ja. U heeft altijd iets... ze bestudeert. Heeft u nu iets gezien wat u toen niet zag? Ja. Wat? Ik wist altijd heel goed dat het erg was. Dat heb ik ook wel mijn patiënten kunnen overbrengen. Maar ik vind niet dat het zo erg was. En het is zo gruwelijk dat ik er nu nauwelijks bij kan. U vroeg, vond je het moeilijk om dat boek te schrijven? Ja, dat stuk waar ik het dieptepunt beschrijf, moest ik af en toe er wel van weglopen. Dan ging ik een straatje om met de honden, want dat kon ik niet uithouden. Ik kwam weer boven, net als Dante in het begin. Als ik dat donkere bos wil zien, word ik weer angstig. Had ik daar ook. En verder heb ik dit boek eigenlijk met plezier geschreven. Ik schrijf graag. Ik vind het gewoon lekker. Die schrijfmachine, een ratelers, als de goedlopende zinnen. Dat vind ik prettig. Gewoon fijn om te doen. Dus ik heb dat niet zoeken. Zwaar. Nee, helemaal niet. Ik vond het fijn om te doen. Maar kunt u inzicht in uzelf hebben als je zo diep ver weg bent van het leven? Of ik dat toen had, op dieptepunt van mijn schrijf. Het is niet eigenlijk heel raar. Nee, maar toen was ik een half groot stuk beter. Ja, en toen kon je wel inzicht hebben in die persoon die zo ver vertrokken was. Ja, daar kon ik er goed in terugvinden. Voor mij is het nu ook weer een continuïteit. Mijn leven voor muziek, mijn leraarschap, mijn ziekte zelf. En nu is het nu weer een geheel geworden, pas laatst. Op de achterflap van uw boek staat dat u bent oud-hoogleraar psychiatrie en ex-psychiatrisch patiënt. Ja. Wat voelt u zich nou het meest? Zo, helemaal precies allebei. Als eenheid. En ik denk dat ik met dat ex-patiënt zijn nog wel wat voor mijn vak kan doen. Dat wil ik ook graag. Want wie heeft de kans, hè? Om zoveel van dat vak te weten en het ook te hebben ervaren, niet alleen met je eigen hoofd, maar met je eigen hart. Ik dank u voor dit gesprek.